Lieve mensen, het zijn bizarre tijden en we hebben allemaal misschien wel naast ons die het op dit moment zwaar hebben. Toch willen we proberen van de nood een deugd te maken om toch fysiek in orde te blijven. Hoenderdaal doet daar ontzettend zijn best voor, bij de fitness, bij de padel, bij de tennis. En wij als golf, ja, wij willen u natuurlijk ook fit houden. Ik ga u wat oefeningen voordoen en ik hoop dat u zelf een beetje kunt destilleren wat voor u van toepassing is. Nou, zoals bij iedere sport beginnen we eerst met de algemene warming-up. U kunt op uw plaats lekker een beetje losmaken. Kijk even om u heen of u ruimte hebt. U kunt een beetje springen. Kijk uit of u niet te veel last van uw Achillespees heeft. U kunt wat draaien maken. Nou, dat kan zo. U kunt natuurlijk armdraaien maken op deze manier. Ja, voor de wat jongere of fittere, die kunnen ook ouderen zijn hoor, kun je er wat bij springen. Ja, dan maak je het wat intensiever. Ja, op deze manier. Kleine losse pasjes uit uw onder, zeg maar, benen. Ja, dit noemen we skippingtjes. Ja, dat is allemaal goed. U kunt u uitstrekken en naar beneden gaan. Uitstrekken en naar beneden gaan. Probeer daarbij ook lekker uit te ademen. Uw hoofd losmaken. Ja, op deze manier. Ja. Daarna weer een beetje activeren. En vergeet vooral ook niet voor directe oefeningen uw polsen los te maken. Oké, we zijn warm. Nou, u ziet, ik heb mijn trui uitgedaan, want ik ben lekker warm geworden. En we gaan nu door met, zeg maar, indirecte golfoefeningen. En ook hier haalt u de oefening eruit die van u van toepassing is of voor u prettig voelt. We beginnen eerst met de schouderdraai. U doet uw armen zo. Probeer uw as op zijn plaats te houden. Eigenlijk bij alle oefeningen vind ik ook moeilijk, maar probeer het. Ja, voor zover het gaat. Maakt niet uit of je links of rechts anders bent. Natuurlijk, want als ik links ben, begin ik zo. En dan ga ik die kant op. Ja, oké. Deze zou je ook kunnen doen, maar is wat moeilijker. Voorzichtig met de club achter uw schouders. Zelfde oefening. Op deze manier. Als ik naar achteren draai, is de club wat naar beneden. Als ik naar voren draai, is de club met de grip wat naar beneden. Oké. Volgende oefening lijkt hierop. Het is wat specifieker. En noemen we de molenwiek. Je begint zo. Ja. Ik ga die kant op. Ja. Ik klap in mijn handen. Ik ga die kant op. En ik klap in mijn handen. U ziet, ik deed hem nu linkshandig voor. En zo. Is die rechtshandig. Hartstikke mooie oefening. Voor u om te doen. Wat u ook kunt doen. Is met de club. Achter uw heup te doen. Voorzichtig weer. In de golfhouding te gaan staan. En op deze manier. De stimulering van de schouder. Van, sorry, uw heupdraai te maken. Het is mooi als u daarbij, als u naar voren gaat, uw navel naar het doel draait. Voor de linkshandigen. Op die manier. Mocht u nou geen club hebben, dan zou u dat natuurlijk ook met de polleupel kunnen doen. Of met een latje kunnen doen. Tot slot, van de indirecte oefeningen, hebben we hier de emmeroefening. Nou, champagne, op weg naar een hopelijk fijne, goede toekomst van ons allemaal. En dan maak ik eigenlijk een combinatie van de oefeningen die we gebruiken om indirect de warming-up te doen. Succes! Oké, lieve mensen, we hebben de doorbloeding gehad. We hebben de indirecte oefeningen gedaan om, zeg maar, de golf-specifieke bewegingen te maken. Die kunt u separaat eruit halen. Maar we gaan nu de totale beweging oefenen. Ja, en dat is eigenlijk ook het leukste natuurlijk om te doen. Nou, stel u heeft twee duimen en daar ga ik vanuit. Dan kunt u op deze manier uw duim naar uw rechteroor brengen. En op deze manier uw duim naar uw linkeroor brengen. Het is heel belangrijk, op advies van Hans Erik, om het breed te maken. Deze manier, rechteroor, linkeroor. Bent u linkshandig? Linkeroor, makkelijk te onthouden links.
rechteroor. Nou, dat kan ik natuurlijk ook doen met een club. Vergewis u er dan wel van of u ruimte hebt. Maar stel, u hebt hier uw flatscreen en daar de porseleinkast. Dan zoekt u even dat u niet door de flatscreen gaat. Duim naar de rechteroor. Eventjes kijken. Niet door de porseleinkast, duim naar de linkeroor. Ja, en op deze manier kunt u diezelfde oefening doen. Lukt dat nou niet, dan is natuurlijk uw keukenapparatuur natuurlijk ook best wel welkom. En de heren in huis, ook voor jullie misschien nog eens een linkje naar andere dingen om eens thuis te helpen. Rechteroor, linkeroor. Ik moet goed mijn hoofd stilhouden. Rechteroor, linkeroor. Of voor de linkshandigen, linkeroor, rechteroor. Als dit niet volstaat, ja, dan is er nog een andere manier. Want wij willen hier eigenlijk goed opletten of u eigenlijk finisht met een paraplu-houding. Let op. U pakt uw paraplu. U gaat staan. En dan gaan we. Rechteroor. En u eindigt dus met de paraplu-houding. Succes!